Zware regens die gepaard gaan met rukwinden zijn de komende dagen niet uitgesloten. De gemeenschap moet daarom alert zijn en voorzichtig blijven. Dat zegt Soukarni Salons Mitro, hoofd van de Meteorologische Dienst. Ze geeft aan dat de maanden mei en juni de natste maanden van het jaar zijn. In deze periode mag de gemeenschap veel zware buien verwachten. Ongerust moet men niet zijn. Men moet wel alert zijn, dus de waarschuwingen volgen. En als u vraagt welke gebieden, uh, overal in Suriname kunnen deze rukwinden uh, zich voordoen. U begrijpt dat er uh, stapelwolken dagelijks worden gevormd. En uh, uit die stapelwolken wordt ook wel regenwolk genoemd. Uit die wolken kunnen dan die neerslagen, die zware neerslagen, komen. En op het moment dat je te maken hebt met een, een, een fixe regenbui, dan zijn eigenlijk Rukwinden, windstoten, niet uitgesloten. Dat gaat nagenoeg gepaard daarmee. Diverse gebieden waren de afgelopen week onder water vanwege de zware regens. De regens kunnen de komende periode aanhouden. SalonsMetro heeft het volgende advies: uh, De mensen wil ik meegeven dat uh, ze de waarschuwing van de meteorologische dienst uh, kunnen volgen. Die uh, kan je lezen op onze website www.meteosuur.sr meteos, of op onze Facebookpagina Meteorologische dienst Suriname. Daarnaast wordt de informatie ook doorgestuurd via de verschillende media. En ze moeten het gewoon volgen en uh, die radarbeelden zijn ook te volgen via onze website. En uh, mensen moeten niet ongerust zijn. Volg die waarschuwingen. Wees alert, dus deze periode kan je het verwachten. De kans dat er zulke rukwinden zich gaan voordoen of zware regenbuien is heel groot. Het hangt af van de periode van het jaar. Soukani Salonsmitter, hoofd van de Meteorologische Dienst, ze geeft aan dat rukwinden de komende dagen niet zijn uitgesloten.